Nou, Torwas is een innovatie waarmee we van afvalstromen, specifiek zuiveringsslip, herbruikbare producten kunnen maken. Dus biogas, kunstmest en vaste biobrandstof. We zijn de eerste innovatie die een lening heeft ontvangen van het Water Innovatiefonds om deze technologie een stap verder te kunnen brengen. We staan hier op de waterzuivering van Land van Kuik, van waterschap IJmaas. En wat jullie achter mij zien, dat is onze demonstratieplant die straks 10% van de slipproductie van deze zuivering gaat bewerken. Deze plant hadden we niet kunnen bouwen zonder het geld van de Water Innovatiefonds. Het Water Innovatiefonds van de Nederlandse Waterschapsbank is bedoeld om succesvolle innovaties in de waterschapswereld te helpen bij opschaling, zodat alle waterschappen daarvan kunnen profiteren. Zo'n fonds is zeker belangrijk voor innovaties zoals deze, want de bedragen waar het over gaat, die zijn ook niet makkelijk ergens anders te vinden. Gewone banken begrijpen de innovaties niet, begrijpen ook de uitdagingen niet zo goed. Dus daar wordt het al heel snel afgewezen, helaas. Ja, ik zou heel graag zien dat we met dit fonds over de volle breedte van het waterschapswerk initiatieven gaan honoreren. Dus niet alleen waar we hier nu staan, dingen die te maken hebben met hergebruik van afvalwater, en waar Torwas ook een uitstekend voorbeeld van is. Maar ook dingen in alle andere aspecten van het waterschapswerk. Hoogwaterbescherming, de dijken die we overal aan het versterken zijn. Denk aan wat we moeten verzinnen om meer regenwater te kunnen opvangen in steden en in het buitengebied. Denk aan de droogte, meer vasthouden van water in de ondergrond. Klimaatlandschappen in Nederland. Ik zou het heel mooi vinden als die volle breedte van het waterschapswerk ook straks terug gaan zien in al die aanvragen die we graag willen behandelen.